Het is vandaag 600 jaar geleden dat Terborg stadsrechten kreeg, wat reden is voor een bijzonder feest. Meer dan 300 leerlingen van basisschool Dynamiek trokken in optocht achter Sint Joris en de Draakaan richting het centrum, waar de officiële aftrap van een jaar vol festiviteiten plaatsvond. We beginnen vandaag met een optocht met Joris en de Draak voorop, met alle kinderen van basisschool Dynamiek. En wij gaan in optocht naar de Hoofdstraat. Daar zijn stadspoorten geplaatst. En wij gaan daar gildeschilden plaatsen aan die stadspoorten. En wat hebben jullie voor een schild gemaakt? Wij waren schoenmaker, dus hadden wij een schoenmaker gemaakt. Oh nee! En wat staat er allemaal op? Er staat eigenlijk een man op en die is een schoen aan het maken. Ja, hele mooie schilden gekregen. De kinderen van de school die hebben 16 schilden gemaakt. Met de gilden die 600 jaar geleden golden. Dus van leerlooien tot visserijbakker, van alles en nog wat. En die komen hier aan de twee stadspoorten die in de hoofdstraat van Terborg zijn opgericht. Hoort natuurlijk ook, hè, bij een stad horen stadspoorten. Die worden daar opgehangen om echt het stadse karakter van Terborg nog eens goed te benadrukken. Ik vind het bijzonder omdat in deze eeuw, ik leef in deze eeuw als kind, dat het 600 jaar Terborg is. En dat vind ik toch best bijzonder. Waarom vinden jullie het zo van belang om zoveel aandacht te besteden aan de 600 jaar stad Terborg? Nou ja, het is ook een stukje, denk ik, een stukje trots wat we hebben als Terborgenaar. En we zijn de enige in de regio met stadsrechten buiten Doetinchem. En het is toch leuk om het te vieren. En ook een beetje Achterhoek, hè, als we wat te vieren hebben, gaan we het goed doen natuurlijk. Hiep, hiep. Hoera! Hiep, hiep. Hoera!